Hallo allemaal. En allemaal. Hallo. Vandaag wil ik het graag met jullie hebben over dit. En dan niet zozeer dit boek. Al wel waar dit boek over handelt. De 13 manen kalender. Oftewel, de natuurlijke tijd. Moet ik weten. En wat is dat dan, Vincent? Die 13 manen kalender in die natuurlijke tijd. Vertel het ons. Nou ja, als je me gewoon heel even de tijd geeft, dan vertel ik het heus wel, hoor. Jezus. Maar goed, ik zal even uitleggen wat dat is. De 13 manen kalender, oftewel de natuurlijke tijd, dat gaat over de 13 manen die in een cyclus om de aarde heen draaien. Terwijl dan de aarde om de zon heen draait. Dus dat is dan een cyclus van om en nabij 1 jaar. Het zijn 13 keer 28 dagen, want de maan doet er 28 dagen over om de aarde heen te draaien. En dat is heel toevallig ook de tijd van de ijsprong bij de vrouw. Ook een cyclus. Weet je wel? Want ze hebben het hier over cycli. Alles in het leven is natuurlijk een cyclus. Weet je? En tijd bestaat niet. Althans niet zoals wij die voor ons zien. Van A naar B, lineair. Er is alleen nu. Weet je wel? Maar je hebt wel cycli. En die 13 keer 28 dagen... Dat is bij elkaar 364 dagen en dan heb je 1 dag buiten de tijd. En dat is 25 juli. Of 26 juli, dat weet ik even niet meer. Het is heel lang geleden dat ik het boekje heb gelezen. Het is niet zo handig als ik jullie daar van alles wel over wil vertellen, maar de meeste zitten wel hier, dus hou gewoon je bek. 13 keer 28 dagen, 364 dagen. 1 dag buiten de tijd. En die dag is om het oude los te laten en het nieuwe, wat je wilt manifesteren, te verwelkomen. Eigenlijk wat wij met oud en nieuw doen. Maar 25 juli is de dag dat de zon, de maan, de aarde precies op één lijn staan. En dat kan je zien bij de piramides in Egypte en net als bij Stonehenge, weet je wel. En dat klinkt voor mij veel logischer om die tijd te hanteren dan die kalender die wij doen, de Gregoriaanse kalender, die er naar mijn... Die mijns inziens er alleen maar is ingepompt om ons van de leg te brengen. Zoals zoveel er is ingepompt om ons van de leg te brengen. Goed, de 13 keer 28 dagen. Dat is 1 cyclus. En alle oude volkeren hanteerden die cyclus. De Maya's, de Hopi's, de Inca's, de Egyptenaren. Zij leefden met de kosmos, laat maar zeggen. En... Het leuke is, als je deze mastert, deze 13 maanden kalender, je hebt 13 tonen en 26 zonnezegels. En dan zijn er dus 260 combinaties te maken, zoiets. Het zijn 20 zonnezegels. Zie je, ik moet ook beter voor mijn voorbereiding doen, maakt niet uit. Dan heb je 260 combinaties. Want elke dag is anders, weet je wel. De ene dag is goed om te jagen, de andere dag is goed om je kapot te neuken, de andere dag is goed om te creëren, de andere dag is goed om een intentie te zetten. Weet je, gisteren wilde ik een filmpje maken. En mijn vrouw en kinderen waren weg en ik ging ervoor zitten. Dus ik had de tijd. Maar ik zit aan die tafel, nou, er kwam helemaal niks. Maar goed, ik weet dus, oh ja. Vandaag is geen goed dag om een filmpje te maken. Goed, als jij die combinaties kan uitrekenen, dan weet je precies welke dag goed is voor wat. Dus dat is hartstikke handig. Dan hoef je niet druk te maken als iets niet lukt. Dan weet je gewoon van, nou ja, vandaag ga ik even wat anders doen. Of je weet van tevoren al wat je moet doen, want je hebt het uitgerekend natuurlijk. Maar goed, de 13 keer 28 cyclus is onderdeel van veel meer cycli. Want het zijn ongeveer 6 of 28 cycli. En waarschijnlijk nog veel meer. En die lopen allemaal tegelijkertijd. Want tijd bestaat niet en alles is alles in het universum. Dus alles wat is geweest en ooit zal zijn, dat bestaat eigenlijk al. Maar goed, in andere maakt niet uit.
En wat ik zei, die tijd die loopt niet lineair, die lopen tegelijkertijd met elkaar mee. Als de radaren in een klok. Dus je hebt hier die kleine cyclus en dan die grote cyclus en die andere cyclus er weer omheen. Voilà. Dat is dus de 13 maanden kalender. Eigenlijk cyclus in het kort. Dus dat is hartstikke leuk. Als je er meer over wil weten, je doet je stinkende best maar. Dit is het boekje. 13 Moon Short Guide to Natural Time. De natuurlijke tijd. Ja, en dan nog. Er is alleen nu. Dus neem het ervan. En, ja, ik weet het. Hartstikke graag gedaan, jongens. En nog een hele fijne... Ja, hallo. Hallo.